Deze tutorial is een vervolg op een eerdere tutorial waarin een handvat werd gemodelleerd. Het handvat uit die vorige tutorial ga ik nu veranderen in een schuifhandvat voor een rolkoffer. En aan de onderkant heb ik al een paar buisprofielen aangebracht. Aan de bovenkant ga ik nu een release knop modelleren. En ik begin met het aanbrengen van een vormholte die goed past bij een duimbediening van de release knop. En aan de zijkant moet dan een mooie vormovergang komen naar de hoofdvorm van het handvat. En ook aan de bovenkant moet die vorm mooi overlopen in de hoofdvorm. Nou, als die vormholte gemodelleerd is, dan wordt er in het midden daarvan een knop aangebracht die goed past bij de bediening met behulp van een duim. Om die vormholte te modelleren, ga ik eerst een stuk van de hoofdvorm van het handvat afsnijden. Ik begin met een schets op het frontplein. Dan maak ik de referentieschets even zichtbaar. Om een paar lijnen daaruit over te nemen met Convert Entity. En dan teken ik nog een paar hulplijnen erbij. Al die lijnen die verander ik in constructiegeometrie. En dan zet ik de referentieschets weer uit. Dan schets ik een punt op die contour om de hoogte aan te geven tot waar ik dat vlak er zo meteen af ga snijden. En de vorm die ik eraf ga snijden, die teken ik met een spline die ik weer coincident maak met dat punt. Nou, die vorm die zet ik even op het oog een beetje goed. Die spline laat ik links buiten de contour uitsteken. Dus het handigste is om daar even een maat aan te hangen. Hoeveel die uitsteekt is niet zo belangrijk, als die maar een stukje uitsteekt. En straks ga ik het vlak eraf snijden tot de verticale middenlijn. Maar ik laat die spline ook een stukje links uitsteken. Bijvoorbeeld 1 mm. Want straks ga ik met die spline een splitline maken. En als ik die splitline ook op het rechter surface door laat lopen, kan ik straks die surfaces beter laten aansluiten op de rechterkant. Even kijken, die hoogte die geef ik ook aan. Nou, de vorm van die spline kan ik altijd achteraf nog aanpassen. Maar ik zet hem even op het oog goed. Nu ga ik een tweede spline tekenen aan de bovenkant. En die spline die ga ik gebruiken om straks een projected curve samen te stellen die de bovencontouren van die vormholte aangeeft. Nou, die vorm van die spline zet ik ook even op het oog goed, maar die kan ik ook achteraf nog helemaal aanpassen. Nu ga ik een constructielijn tekenen, verticaal, die doorloopt tot het topplane. En die heb ik namelijk nodig. Zoals ik al zei, deze spline die gebruik ik om straks een projected curve samen te stellen. Maar daarvoor heb ik ook de contour in het topplane straks nodig. Alleen die contour die moet natuurlijk precies tot hetzelfde punt doorlopen van waar die projected curve terecht moet komen. Dus die lijn die moet ik overnemen en daar heb ik deze constructielijn voor nodig. Nou, die schets kan ik afsluiten. En die noem ik even ref vormholte. En dan begin ik een nieuwe schets in het frontplein.
En dan neem ik die lijnen over die ik als splitline wil projecteren op de hoofdvorm. En die ga ik vervolgens als splitline op het linker en het rechtervlak projecteren. En ook op de achterkant van het linkervlak. Dan zet ik die referentieschets, die hide ik. En dan zijn er een aantal nieuwe faces ontstaan die ik straks kan gaan weggooien. En hier ook aan de rechterkant is ook een splitline ontstaan. En die heb ik aan de achterkant niet doorgetrokken, omdat ik toch maar de helft van die vormholte ga modelleren. En die ga ik op het laatst spiegelen naar de achterkant. Voordat ik die faces ga deleten, ga ik eerst een nieuwe schets op het topplane starten. En dan neem ik eerst die bovenste lijnen, die neem ik over met Convert Entity. En dan kan ik de solid bodies even hiden, om een beter zicht te hebben op die schets. Die lijnen die verander ik allemaal in constructielijnen. En de breedte van die vormholte die wordt 24 mm. En de lengte daarvan die kan ik overnemen uit die referentieschets. Want zoals ik al zei, die vormholte die wordt straks samengesteld uit een projected curve met behulp van deze spline. En die spline die ik nu ga tekenen. Even kijken, en dan kan dat punt moet dus coincident hiermee worden. Dus hiermee heb ik die lengte bepaald. Dan kan die referentieschets die kan weer gehide worden. En dan kan ik de spline gaan tekenen die die vorm aangeeft. Nou, dan teken ik een constructielijn, een hulplijn, die ik tangent maak met die lijn die ik met Convert Entity net heb overgenomen. Want die spline die ik nu teken, die moet ook tangent worden daarmee. Dus daarmee weet ik dat die precies onder de juiste hoek overloopt straks in dat vlak aan de rechterkant. Nou, aan de andere kant maakt die spline tangent met de verticaal, omdat die natuurlijk door moet lopen aan de achterkant van het handvat. En dan maak ik hem tangent met die horizontale lijn, zodat die breedte ook volledig bepaald is. En dan kan ik ook de lengte van die hendel nog bematen. En dan staat die contour in het bovenaanzicht, die staat er goed in. En dan kan ik een nieuwe schets in het frontplane openen. En dan haal ik die bovenste spline die haal ik over met Convert Entity. En die maak ik iets langer om zeker te weten dat bij de projected curve dat die ver genoeg doorloopt. En dan ga ik die twee schetsen die ga ik combineren tot een projected curve. Als ik dan de solid bodies weer zichtbaar maak, dan kan ik nu die vlakken gaan verwijderen, die vier vlakken. En dat doe ik met de functie delete face. Nou, dan is met die blauwe curve al te zien van waar die nieuwe contour van die vormholte komt te liggen.
En dan ga ik eerst het zijvlak modelleren. En dat ga ik doen met een surface loft. Om die loft te maken ga ik eerst een paar schetsen tekenen die de profile schetsen worden uit die loft. De eerste die komt te liggen op het frontplane. En dan teken ik met een spline. Ga ik die profile schets tekenen. Dan neem ik eerst die contour van het handvat over als constructielijn. Want die nieuwe spline die moet in ieder geval tangent daarmee worden om mooi door te lopen. En aan de bovenkant krijgt hij een piersrelatie met die curve. En als ik dan in het frontaanzicht kijk, dan is te zien dat hij hier dus mooi doorloopt in die contour van het handvat. En dan kan ik die schets afsluiten. Als ik dan even de referentieschets van het handvat zichtbaar maak, dan had ik hier een constructielijn schuin in staan en die geeft een schuin hulpvlak aan. Dus ook dat vlak heb ik al gemodelleerd. En dat vlak ga ik nu gebruiken om een extra hulpcontour schets aan te maken om die loft een mooier verloop te geven. Nou, dus die referentieschets die hide ik weer even en dan ga ik op dat schuine plane een nieuwe schets starten. En ook daar ga ik een spline tekenen. Die teken ik gewoon even in de vrije ruimte. Aan het eindpunt kan ik ook weer een piersrelatie geven met die bovencurve. En datzelfde kan ik ook doen aan de onderkant met die edge van de onderkant. En dan wil ik dat die ook weer tangent wordt aan dit hele vlak. Alleen als ik dat vlak selecteer en die curve, dan kan ik geen tangent relatie aangeven. Maar dat kan wel via een omweg door dat vlak te selecteren en dan de functie intersection curve te selecteren. Kan ik een curve tekenen die precies op het kruispunt ligt van het vlak waarin ik nu die schets aan het maken ben en het vlak en het surface wat ik geselecteerd heb. Dus dan krijg ik precies die, ja, wat het naam zegt het al, de intersection curve, die krijg ik te zien. En die verander ik in een constructiehulplijn. En die kan ik vervolgens wel tangent maken met die spline die ik net getekend heb. Dan moet ik ze wel allebei zien te selecteren. Dus daarmee heb ik de tweede profile schets aangemaakt. En meer heb ik dan niet nodig. Want als ik nu de surface loft functie selecteer, kan ik als profile die twee schetsen selecteren. En als derde kies ik dan die rand van die splitline. Nou, dan staat er nu een heel raar gekronkeld vlak. Dat heeft ook te maken met die groene punten die nou niet goed staan. En die zou ik op de goede plek kunnen slepen. Maar als ik de guide curves selecteer, dus die bovenste curve en de onderste contour, dan zie je automatisch al dat het vlak er goed in komt te liggen. Nu moet ik nog wel even de constraints goed zetten. De start constraint die wil ik normal to profile hebben. En dat geldt ook voor die edge aan de rechterkant. Die wil ik een tangency to face geven, zodat die tangent doorloopt in dat vlak aan de rechterkant.
En bij de guide curves wil ik dat die edge aan de onderkant ook een tangency to face krijgt, zodat dat vlak ook mooi doorloopt in het ondervlak. En dan zou die goed moeten zijn. Dus nu is er een vlak gemodelleerd wat aan de rechterkant en de onderkant mooi doorloopt in de bestaande vlakken. En aan de bovenkant uitkomt op die contour van die vormholte. Het vlak wat hier aan de bovenkant komt, dat wil ik een holle vorm geven. En om die vorm daarvan te tekenen, ga ik eerst de referentieschets van de vormholte aanpassen. Ik ga er een spline bij tekenen. En die spline die moet net iets onder die andere spline komen te liggen. En aan de rechterkant. Oh, wacht eens even. Ik heb die positie aan de rechterkant. Die is nu verkeerd. Dus ik teken hem even overnieuw. Want die moet namelijk aan de bovenkant precies in het midden uitkomen. En daar moet hij ook tangent worden met de horizontaal. En aan de linkerkant wil ik dat hij net een beetje onder die bestaande spline uitsteekt. Zodat die vorm in het midden dus lager komt te liggen dan aan de buitenrand. Dan kan ik de lengte van die hendels nog een beetje variëren. Nou, zo ziet hij er wel goed uit. Dan maak ik even een constructielijn van. Nu begin ik een nieuwe schets in het frontplane. En dan neem ik die lijn die ik net getekend heb, die neem ik over daarin. En dan ga ik daar een extruded surface mee maken. En die ga ik als hulpsurface gebruiken om dat, die vormholte zo meteen er mooi op te laten aansluiten. Dus die vormholte zelf die kan ik nou maken met een filled surface. Oh, wacht even, dan is het handigste om die schets even te hiden. En dan selecteer ik die contour, die drie contourlijnen en dan met de functie Filled Surface leg ik daar een vlak tussen. En dat moet bij die rand in het midden, moet die tangent aansluiten. Of zelfs curvature. En dat moet hier aan deze kant, bij Edge 3, moet die ook curvature aansluiten. En dan kan ik die surface extrude, die kan ik weer hiden. En dan heb ik de helft van die bovenholte, die heb ik gemodelleerd. En nu ga ik de surface overgang tussen die twee vlakken modelleren. Want die is nu nog heel scherp, maar dat moet een afgeronde vorm worden die van een kleine afronding langzaam doorloopt naar een hele grote afronding bij het middenvlak. Om die afronding te modelleren ga ik eerst in het, zowel in het zijvlak als in het bovenvlak, ga ik een smalle rand ervan afsnijden met behulp van een splitline. En ik begin eerst in het frontplane met een schets. Even kijken en dan is het handigst om die contour even over te nemen. En dan haal ik uit die referentieschets van de vormholte. Haal ik ook die contour even over.
En die verander ik in hulplijnen. En dan ga ik met een spline aangeven welk deel ik daar precies uit ga snijden. Even kijken, ook de verticale lijn wil ik even als constructielijn hebben. Want ik ga hem precies tot het middenvlak, ga ik dat deel eruit snijden. Dus die maak ik coincident met die verticale middenlijn. Die afronding laat ik beginnen met een dimensie van 0,70 vanuit die hoek. Ik hem tot 4 mm breder worden aan de rechterkant. En dan is het de bedoeling dat ik die vorm, even kijken waar zit die ergens. Hey, dat is vreemd. Ik kan hem even niet te pakken krijgen, die punt. Oh ja, daar zit hij. Dan moet ik die vorm langzaam wat breder laten uitlopen. En dan kan ik hem vervolgens als splitline op dat zijvlak zetten. Nou, hetzelfde ga ik doen op het bovenvlak, dus ik begin een nieuwe schets op het topplein. En dan ga ik dat hele vlak even overnemen met Convert Entity. En daar maak ik dan ook constructielijnen van. Laat ik mijn bovenaanzicht, laat ik hem een halve millimeter van die hoekpunt starten. En aan de rechterkant geef ik hem ook een maat, in dit geval 3 millimeter. En dan geef ik die contour ook weer aan met een spline. Die ik tangent maak met de verticale aan de linkerkant en met de horizontale aan de rechterkant. En dan kan ik vervolgens met de lengte van de hendels die vorm aanpassen. Zodat die ook weer langzaam van smal naar breed verloopt. Ook hier maak ik een splitline van op het bovenvlak. En dan kan ik die twee faces vervolgens verwijderen met delete face. De afronding tussen die twee vlakken ga ik ook weer modelleren met een surface loft. Ik zie dat die project curve nog steeds zichtbaar is, dus die hide ik even. En ik begin met het aanmaken van een paar hulpschetsen. Allereerst op het frontvlak. Dan ga ik hier in de hoek eerst die randen van die vlakken overnemen met Convert Entity als constructielijn. Dan teken ik daar een spline tussen die ik tangent maak met beide constructielijnen.
ook op het schuine hulpvlak ga ik ook weer zo'n schets maken. En dan gebruik ik die functie intersection curve weer. Om hulplijnen te tekenen. Waarmee ik die spline die ik daartussen ga tekenen ook weer tangent te maken. Dus daartussen teken ik een spline. Dan kan ik die vorm van die spline nog een beetje op het oog aanpassen. Goed. In dit geval heb ik straks aan de rechterkant ook een hulpschets nodig. En nu zijn die twee edges aan de rechterkant, die kan ik niet gebruiken als guide curve. Dus ik open een nieuwe schets op het right plane. En dan kan ik wel de right referentieschets overnemen met Convert Entity. Dus die kan ik wel als guide gebruiken. Het maakt niet uit dat die guide curve te ver doorloopt, zolang die maar over de hele lengte van die rechterkant in ieder geval aanwezig is. En dan kan ik de loft gaan maken. In dit geval kies ik ervoor om als profiles de boven- en de onderrand te selecteren, dus niet van links naar rechts te gaan werken. Want dat geeft me net iets meer mogelijkheden om een mooie vlakke aansluiting met de boven- en de zijkant te bereiken. Als guide curves kies ik dan die drie schetsen die ik net gemaakt heb. En dan kan ik de constraints erin zetten. Aan de bovenkant moet die tangent zijn. Aan de onderkant moet die ook tangent zijn. En bij de guide curves moet die normal to profile zijn. En bij de derde moet die ook normal to profile zijn. En dan zou die goed moeten zijn. Dus hij heeft nu een vlak overgang gemaakt die van een kleine radius langzaam verloopt naar de grote radius van de hoofdvorm. De vormholte is nu bijna klaar. Even kijken. Nu ga ik al die nieuwe surfaces die ik heb aangemaakt, die kunnen gespiegeld worden in het frontplane. En ik kies nu even niet ervoor om ze meteen al te netten. Dat kan ik nu doen met de functie SurfaceNet. En dan kan ik bij deze functie ook meteen proberen om er een solid van te maken. Daarmee is de vormholte die is klaar. Dus die zet ik even in een mapje. Vormholte.